Welke dag? Ik heb er nu al zin in. Hutjes en nee, nou, heeft hij helemaal zelf gezegd een verhaal? Oh, snap je wel, hè? Ja. Daar ben ik al. Hoi. Goeiedag. Daar ben ik al. Is dat leuk? Dat is super leuk, of niet? Voor de mensen die al klaarstaan voor Sarah en Dina,
De bedoeling is dat het eerste gedeelte een beetje op de grond gaat zitten allemaal, zodat iedereen zo goed kan kijken. Dus de eerste gedeelte op de grond zitten en daarna gaan mensen pas staan. Dus je mag voor mij gaan staan, maar straks moet je echt weer gaan zitten, want er zijn aardig wat mensen. Dus straks gaat het gebeuren. Op dit moment komt er een limousine komt het terrein op. U denkt, wat is hier aan de hand? Dames en heren, de Bultje Foundation. Daarvoor zijn wij vandaag. Bultje Foundation die gaat allemaal wensen, allemaal in vervullingen laten gaan voor heel veel kinderen. En we hebben er weer één gedaan. Eén jongeman mocht vandaag met de limousine mee, werd opgehaald hier naartoe. Helemaal speciaal met zijn vriendjes. En hij mag hier een dag heerlijk gaan genieten van Sarah en Juliana. Dus dat is de reden waarom nu de limousine hier het terrein op komt. Dus dat is ook mede mogelijk gemaakt door de Bultje Foundation. En handig om te weten, zo dadelijk en met een aantal minuten gaan we verder met Kikker op het vechtpodium. En half uur daarna, half vier, komen Sarah en Julia. En handig om te weten, straks moet iedereen wel allemaal gaan zitten. Dat is handig om te weten. Af en toe de paarden even pauze moeten hebben. Mensen komen straks en Julia, dus daar zullen we daar allemaal zitten hier op de grond. Straks en weet je het vast, zodat iedereen goed kan zien. Dus je mag hier blijven staan, als straks zeggen dat je moet gaan zitten. En we gaan pas beginnen als iedereen zit. We hebben ook Sarah en Julia afgesproken. Ik lijk streek, maar ik ben verder best wel aardig. En daar zitten we dadelijk op dit moment. Gaat achter het vechtpodium gaat beginnen, dames en heren. Kikker live, hartstikke leuk. Daarna gaan we over Sarah en Julia en daarna gaan we nog een keer kijken naar Nijntje. Het is dezelfde voorstelling van ongeveer een half uurtje geleden. Dus dames en heren, heel veel plezier. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Ik zeg Wortelpop, begin maar gauw. En we zijn gelukkig begonnen. Het is allemaal heel veel plezier hier bij Wortelpop. Hey Boot, was gaaf in de limousine? Ja. Ja? Ging je op hartstikke werken? Ja. Of viel het mee? Want wij zijn dus met z'n allen. Ja, dat hebben we net besloten. We zijn toch met z'n allen, hè? Ja. Een vriend die weet ook altijd wat je voelt. Je hoeft niets uit te leggen, want hij weet meteen wat je bedoelt. Zonder... We zijn leuk, met echte vrienden kun je lachen. Lig je altijd in de deuk. Nou, ik moet er nog steeds op lachen. En dan maak je wel eens ruzie om een stomme kleinigheid. Een vriend is een vriend. Een vriend is een vriend. Een vriend is een vriend. Altijd! Ja! Dank jullie wel! Oh. Oh, wat heb je mooi gezongen, Kikker. Dat heb je heel goed gedaan. Kom hoor. Oh. En ik kan niet eens praten. Nou,
Dat zal ik hem wel leren, zei Kikker. Toen gingen ze hand in hand verder naar Kikkers huisje. En Beertje kon namelijk al heel goed lopen. Maar thuis, zei Beertje nog steeds helemaal niets. Eten wou hij wel, want hij had reuze honger. Ja, en Kikker vertelde spannende verhalen. Of hoe de dingen heten, dus moet je woorden hebben. L, A, B, C, komt in. Letters leren, woorden leren, ach dat gaat met groot gemak. Ook de kikkers en de bier. Om je vis, ook is er een keer besloten dat een biertje is. Als er geen woorden waren, nou, dan zou je het niet weten. Als er geen woorden waren, had je geen idee. Nee, dit gaat niet door. Nee, nu ga ik dit niet zingen. Jij gaat dit zingen. Ik ga dit zingen, maar ik kan helemaal niet zingen. Nee, je gaat... Kun je voor je heen, papier? Ja, allemaal. Oké, dan willen we beginnen van... Kan je zeggen, dat is wel iets. Het is heel veel op het tafel. Elke morgen zei je. Niemand goed. En daarom wil ik dit graag zien.
Wat is daarop? Ja. En verklaart u en die Marielle aan te nemen tot de wettige echtgenoten. En belooft u getrouw alle plichten te vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat worden vervolgd. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Ja. Wat
is dat? Oh, oh. Dat was de? De uil, inderdaad. De volgende dag gaan ze natuurlijk naar het strand. Nijn pakt haar emmer in haar schep. Dit is voor jezelf, hè? Ik ga mee. Dames en heren, helemaal uit Den Haag, ja echt waar. Het strijkkwartet van het Koninklijk Conservatorium. Nu even applaus mensen, mag wel even, hè. Want dames en heren, jongens en meisjes, papa's en mama's weten wel vaak wat voor muziek dit is. Alleen kinderen, die hebben vaak alleen maar bam, 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 dat soort muziek. Nou, wij dachten, we gaan het even anders doen. We gaan ook speciaal voor iedereen 4 leuke jonge mensen uitnodigen. En die gaan speciaal voor u iets spelen. En ik ga even vragen wat ze gaan doen. Ik weet wel, het gaat over vogeltjes. Wat gaan jullie spelen voor ons? We gaan een Mozart-kwartet spelen. Een Mozart. En Mozart is een meneer die heel lang geleden leefde en die heeft hele mooie muziek geschreven. Dames en heren, gaat u zitten, gaat u relaxen, gaat u chillen en geef ze een heel, heel groot applaus, dames en heren. Het strijkkwartet all the way van oh, 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 Den Haag! Ja, ik kom even met papa staan. Ja, ja. 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 Ja.
deze foto's. Ja, goed zo. Ha ha ha.